Minister, bestaat het dat u geen kritiek duldt? Want we merken een social media oorlog tussen u en DNA-lid Ednel. Wie liegt, wie een heugelaar is, die ga ik op zijn donder geven. Dat kan ik gewoon zeggen. Ik accepteer dat niet. Het is geen voorbeeld voor jongeren. Het is geen voorbeeld voor de politiek. Dat soort politici moeten niet gaan zitten op die stoelen die daar zijn. Maar van mij mag mijn tegengas verwachten, want ik accepteer dat niet. In deze samenleving. Dat gedonder moet ophouden van mensen die liegen. Mensen die heugelaar zijn. Mensen die nu schoon komen spelen, maar de geschiedenis zijn vergeten. Dat soort mensen moeten geen grappen met deze minister van OE maken. Vanaf nu heb ik aangekondigd dat ophoudt. En dan gaat tegengas geven, dat mag je weten. Maar waarover heeft ze gelogen, vindt u? Wanneer je een minister beschuldigt, maar niet het jaarverslag leest, dan ben je een waardeloos figuur. Dan moet je niet in het parlement zitten. Ik stuur het jaarverslag naar het parlement, maar je leest niet. En je beschuldigt dat er niets gedaan wordt. Dan ben je een leugenaar. Dan ben je een heugelaar. Dan ben je een bedrieger voor het volk. Toch? Zo simpel. Mensen moeten geen grappen met deze minister maken. Laat het volk. Het volk mag. Want die heeft geen tijd om jaarverslag te lezen van wie. Maar van DNA-leden, ministers, andere politici, verwacht ik wel dat ze gaan lezen. Toch? Maar, minister, leveren ze kritiek? Vindt u dat ze nu kritiek leveren omdat ze niet meer in de coalitie zitten? Of had u al altijd kritiek van mevrouw Ednel? Nee, iedereen mag kritiek leveren, opbouwend kritiek, suggesties. Maar je moet niet liegen. Je moet geen misbruik maken. Je moet niet doen wanneer het jou goed uitkomt. Want dan ga je problemen met deze minister krijgen. Dan ga je problemen met deze minister krijgen. Toch? En ik ga niemand sparen die nog één keer dit soort grappen uit. Want wat gebeurt er, meneer Ganes? De jongeren volgen dat voorbeeld. Ik kan liegen en dan ga ik naar het parlement. Ik kan ministers uitschelden hoe ik wil, gaan naar het parlement. Ik zou morgen mijn functie neerzetten als ik zo'n gedrag in het parlement, als je dat gedrag in het parlement moet accepteren. Toch? Is schaamteloos. En ik ben nog beleefd.